De puntjes worden op de i gezet, zowel naast als op het terrein. 182 ruiters zullen zich de komende dagen laten zien in Den Bosch. Onder het toeziend oog van in totaal ruim 70.000 toeschouwers. Indoor-Brabant is een begrip. We hebben dit jaar de finale dressuur. Dat hadden we ook in 2008 en dat hebben we in 2010 voor de 25e keer. Dus dat is een bijzondere editie. De beste 16 ruiters ter wereld zijn aanwezig. Zelfs zo goed dat Anki niet meedoet aan de finale, wel op de donderdag en de zaterdag de Grand Prix rubrieken. Dus het is wel een hele andere editie. En qua toeschouwersaantallen zullen daar misschien nog wel overheen komen over het aantal van vorig jaar. Wat maakt dit eigenlijk zo speciaal? Is het de sfeer? Is het de gemoedelijkheid hier? Of is het echt de hele organisatie? Het is alles bij elkaar. Het is en de sfeer en de accommodatie. Want we hebben hier heel veel ruimte. We hebben veel ruimte om los te rijden. De ring is groot en ruim en kunnen heel veel mensen in. En ze hebben een heel mooi stroodorp. Het is eigenlijk alles bij elkaar. En dat maakt het ook een hele mooie wedstrijd. Gal is één van de grote namen die in actie komt bij de wereldbekerfinale dressuur. Dat onderdeel moet een hoogtepunt worden tijdens Indoor-Brabant. De finale is natuurlijk het summum van de topsport. Dus wat dat betreft is dat het speciale natuurlijk. Dat die finale en die beste 16 ruiters weer zijn. En verder de ambiance is zoals gebruikelijk gewoon heel goed bij het evenement. En de sfeer en de Brabantse gezelligheid ook weer. Niet alleen de wereldtop in de dressuursport zal er de komende dagen zijn. Ook de springruiters hopen een deel van in totaal 650.000 euro prijzengeld te verdienen. Aanstaande zondag de wereldbeker. Daar hebben we 8 van de top 10 ruiters hebben we aan de start. Dus dat is een heel sterk veld.